Hoi iedereen, wij zijn van Wijskids en vandaag zijn we in het Fijn in Gein Festival. Yay! Vandaag gaan we mensen interviewen. Jullie gaan zien wat er allemaal gaat gebeuren. Let's go! Here we go! Let's go! Ze kunnen best wel goed dansen. Ik zoek Chica. Dag meneer, ik ben Kelly van Wijskid en wie bent u? Ik ben Marlon van BMC Groceries. Ik heb gehoord dat dit de lekkerste barbecue is. En waarom staan jullie vandaag in het Gein is Fijn festival? Ja, wij zijn ook onderdeel van dat gebeuren. We maken ook deel uit van de grote groep en we zijn ook uitgenodigd. Dus waarom zouden we niet komen? Iedereen wil lekker eten, hè? Wat is het geheim van de lekkerste barbecue? Oh, dat vertel je nooit. Maar ik zou wel zeggen, je moet hem goed kruiden. Je moet hem goed kruiden en je moet heel veel geduld hebben. En dat is al. Oké, dank u wel. Jullie ook. Doei. Hoi, ik ben Imani van Wijskids en wie bent u? Ik ben Mika Ferdinanders en ik ben een imker hier. Oké. Van wat is het honing gemaakt? De honing is gemaakt van stuifmeel. Die verzamelt de bijen van bloemen, maar dat is voornamelijk in de lente. In de zomer halen ze de stuifmeel van bomen. Oké. Is het lekker? Honing? Natuurlijk is het lekker. Waarom zou het niet lekker zijn? Oké, bedankt dat ik u mocht interviewen. Doeg! Dag meneer, ik ben Rachel van Wijskids en wie bent u? Ik heet Martin. Wat doet u hier eigenlijk? Ik sta hier voor de Lindhof, die heeft koeien in de Gaarsper Zoom lopen. En ik ben een van de vrijwilligers. En wat verkoopt u eigenlijk? Wij verkopen hier niks. Wij geven informatie over de koeien. Dus als je wat wilt weten over de koeien, dan kun je mij vragen. Oké, en waar kunnen we u precies vinden? In de Gaarsper Zoom, richting Balorig, heb je een deel van het park. En daar lopen de koeien rond, met kalfjes. Oké, bedankt dat we u een paar vragen mogen stellen. Graag gedaan. In hoeveel dagen is dit georganiseerd? We zijn hier bijna een jaar mee bezig. Oh. Heel veel mensen, vrijwilligers, die het een heel groot plezier vinden om dit soort dingen te organiseren. En ook omdat wij willen dat mensen elkaar leren kennen hier in Gein. Fijn in Gein, het is fijn in Gein. Ik woon er al bijna 36 jaar, dus dat is al heel lang. Vindt u het leuk en gezellig hier? Ik vind het heel gezellig. En ook met vanmorgen met de voorzitter van de Stadsdeel Zuidoost, die er was met andere dingen. We hebben natuurlijk een vierde ster hier in het centrum voor de winkeliers gekregen. Het is gezellig en het wordt misschien nog wel gezelliger. Oké, dank u wel. Hallo, ik ben Kelly van Wijskids en wie bent u? Ik ben Dennis Daniels en ik woon in Amsterdam Zuidoost, Rijgerbos, jullie buren. En wat brengt u hier vandaag? Nou, vorig jaar heb ik het ervaren, Fijn in Gein. En ik vind het hartstikke gezellig om hier te zijn, het is mooi weer, dus jullie hebben echt troffen. En dan genieten van alle mooie, leuke, gezellige dingen hier in Gein. En wat mist u nog op dit festival? Nou, dat mensen meer moeten applaudisseren en juichen. Dat is de enige. Maar voor de rest, ik zie dat iedereen lekker geniet. En wat moois van maakt. Dat is heel gezellig. Oké, dankjewel voor dit interview. Ja, ook dankjewel. En genieten van vandaag. Hè. En succes straks. Ik ben Imani van Wijskids. En wie ben jij? Ik ben Jewel. Oké, mooie naam. Wat vind je van het Fijn is Gein festival, toch? Festival? Fijn in Gein festival. Ik vind het leuk omdat het is echt gezellig en je kan met iedereen
laten we zeggen, je kan met iedereen praten. Of je ziet oude vriendinnetjes weer terug die je lang niet meer hebt gezien ofzo. En het muziek vind ik ook leuk. Oké, wat vind je hier het allerleukste? Het allerleukste... zou ik maar zeggen, het podium. Oké, dankjewel. Ik ben Imani van Wijskind. Wie bent u? Ik ben Fionnie Zannigaar en ik ben de wijkagent hier. Oké, zijn er al een paar boeven opgepakt? Nee, vandaag niet. Alles verloopt rustig, hè. Het is een feest. Dus dan houden we het ook daarbij, toch? Wat vindt u van het Fijn Gein Festival? Nou, ik vind het leuk. Ik zeg, nu begint het drukker te worden. Vanmorgen heel leuk gestart met de Braasband, maar toen was jij er nog niet. Dus, maar dat maakt niet uit. Maar het zijn heel leuk. Alle mensen zijn er, het mooi weer. Dus ja, ik vind het heel leuk. Oké. Heb jij nog een vraag? Ja. Is alles goed afgelopen? Is alles goed afgelopen? Ja, alles gaat goed. Tot nu toe wel, ja. Dus tot nu toe gaat alles goed. Ja, dankjewel. Oké, bedankt dat we u mochten interviewen. Ja, graag gedaan. Veel succes nog. Ja, doei. Ik ben Imani van Wijskids en wie ben je? Varel. Oké, wat vind je van het Fijn in Gein Festival? Leuk. Wat vind je er leuk aan? Muziek. Eten vind ik lekker. Oké, wat vind je het lekkerste dan? De barbecue. Nou, ik ook. Oké, bedankt dat ik je mocht interviewen. Doei. Hoi, ik ben Kelly van Wijskens. En wie ben jij? Ik ben Kelly van... wat wil ik zeggen eigenlijk? Wat vind je van het Fijn in Gein festival? Best wel leuk tot nu toe wel. Heb je al iets gegeten? Ja, het is best wel lekker. Ja, kip. Oké, en wat vind je dat er nog bij mocht komen? Wat je nu mist? Misschien wel patatjes voor de kinderen of pannenkoeken. Oké, dankjewel voor het interview. Alsjeblieft. Dag meneer, wat vindt u van dit feest? Nou, ik vind het best wel een heel mooi feestje. Waarom vindt u het belangrijk dat dit wordt georganiseerd? Omdat we ook aandacht nodig hebben in Gein. Oké, hoe lang woont u er al? Ruim 35 à 36 jaar lang. En wat vindt u het allerleukst aan dit? De samenstelling, gewoon broederschap, zussenschap. Oké, dank u wel. Hoi. Hallo. Mag ik eerst vragen, hoe ging het optreden? Ik denk dat het optreden best wel goed ging. Want ik zag heel veel kinderen meedoen en ouders waren wel een beetje bescheiden, maar die deden ook wel mee. Ging volgens mij wel goed. Hoe vindt u Gein? Ik vind Gein geweldig. Ik heb zelf in Gein gewoond. Ik woonde aan de Wethouder de Roosplein. En ik heb in Gein op school gezeten, op de Knotwillig. Mijn hele basisschoolperiode en ik heb hier vanaf mijn derde jaar tot mijn elfde gewoond ofzo. Oké, hoe bent u eigenlijk hier gekomen? De mensen hebben over ons gehoord en hebben ons benaderd om te komen spelen. We waren hier vorig jaar ook en dat vonden ze waarschijnlijk wel goed, want ze hebben ons weer gevraagd. Oké, bedankt voor het interview. Ja, jullie bedankt. Ook bedankt voor het interview en gaan jullie door met wat jullie doen? Ja. En ik ga jullie volgen. Ja, Wijskids was het toch? Ja. Top. Hallo, ik ben Giselle van Wijskids. En nu? Ik ben Clervie. Oké. Hoe vond u het om hier te mogen staan? Om dit te mogen doen? Ik vond het in het begin vond ik het spannend. Later minder spannend. En toen weer spannend. Omdat mensen gingen afhaken. En eindelijk vond ik het wel leuk. Oké. Is dit uw eerste keer? Nee, het is mijn derde keer. In Gein? In Gein. Oké. Wat maakt dit zo leuk? Eigenlijk dat je mensen moet gaan zoeken.
die het podium voor je gaan vullen. En dat de muziek het publiek gaat entertainen. En dat maakt het leuk, weet je. En als, het, als je het allemaal bij elkaar hebt, dan word je gewoon vanzelf happy.